Heeft u gemerkt dat er wat veranderd is in de politiek in Breda? Nee, daar ben ik echt niet van op de hoogte. Nee. Nee. Wij niet? Nee, ik nee. Ook niet hoor. Nee. Jullie waren natuurlijk met hele andere dingen bezig. Ja, absoluut. Ik helemaal niks. Nee? Nee. Houdt u het wel een beetje bij? Nou, ik moet zeggen, heel de zomervakantie niet. Nee. Maar dit was, dan moet ik ook denken, mei. Toen is het college gestopt en de coalitie is gevallen, zoals dat heet. Oh, daar weet ik helemaal niks van. Ja. Nee, dat is aan me voorbij gegaan. Nee, ik hou het niet zo bij, sorry. Nee? Nee. We hebben een nieuw college namelijk. Okay. Ja, dus u heeft het, maar u heeft niks gemerkt? Nee. Nou, ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik heel niet mee bezig geweest. Nee. Dus u heeft ook niet het gevoel gehad dat u niet bestuurd werd? Nee. Ja, nou, er is toch iemand uitgestapt, ergens uitgestapt volgens mij? Ik weet niet precies hoor. Nou, dat is al heel... Ja, ik ben onder de indruk. Want tot nu toe zegt iedereen nee. Dat klopt, ja. GroenLinks. En daardoor is de coalitie uit elkaar gegaan. Nou, ik heb gehoord van dat nu een nieuwe coalitie is. En een nieuwe coalitieakkoord gesloten is. Maar verder heb ik er nog niets van gemerkt. Ja, ik denk dat er een paar wethouders afgetreden zijn. Hè? Ja. Dat heb ik wel begrepen. Oké. Ik heb niks van gemerkt. Nee? Nee. Dus dat hebben ze dan goed gedaan? Nou, waarschijnlijk. Nee, we waren ook vakantie. Ja. Ja, we waren ook gestopt. Ja, nou, zij zijn definitief gestopt. Okay. Niet voor de vakantie alleen. Nee. Wat is informatie en formatie? In feite zijn dat twee fases in het proces om te komen tot een dagelijks bestuur van de gemeente. En dat gebeurt in twee situaties. Ten eerste natuurlijk na de raadsverkiezingen, als er een nieuw college gevormd moet worden. Maar het kan ook voorkomen na tussentijds, tijdens zo'n raadsperiode van 4 jaar, wegvallen van de meerderheid voor een college. En dan hebben we het over de meerderheid in de gemeenteraad. Het proces om te komen tot een nieuwe club wethouders met steun in die raad heeft geen vaste regels, tenminste niet op alle punten. Het is voor een groot deel een vrij proces. Het doel is altijd te komen tot een dagelijks bestuur, dus een club wethouders, met voldoende steun in de gemeenteraad om ook echt te kunnen besturen. Dat kan zijn de helft plus één, maar dat kan ook zijn een hele ruime meerderheid. Dat verschilt per tijd en per gemeente. Het grote verschil met landelijk en wat je op dit moment wel in Turkije bijvoorbeeld ziet gebeuren, is dat als het even niet lukt om zo'n dagelijks bestuur te formeren, er dan geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven kunnen worden. Die zijn eens in de 4 jaar en niet vaker. Dat betekent ook, ze moeten eruit komen. Vaak zie je dat de grootste partij na de verkiezingen het initiatief neemt voor het snuffelen aan elkaar. Partijen gaan dan gewoon eens even heel informeel met een informateur bekijken wie zouden er eventueel afspraken met elkaar kunnen maken. De volgende fase in het proces is dat er een formateur komt. Ook dat is niet verplicht, gebeurt wel vaak. En die formateur die pakt dan de draad op waar de informateur hem heeft laten liggen en die kijkt wel naar de te maken beleidsafspraken, naar echt de inhoud van de dingen die partijen met elkaar af zouden kunnen spreken. En hij maakt een houtskoolschets van het team, wat het wethoudersteam dat zou kunnen ontstaan. En over wethouders gesproken, de gemeentewet zegt daar wel iets over hoeveel dat er zouden kunnen zijn. Niet precies hoeveel het er moeten zijn, maar voor Breda zouden het er tussen de 7,8 maximaal en 2 minimaal kunnen zijn. De burgemeester van de gemeente is natuurlijk ook een speler in het totale proces. Weliswaar van een andere aard, want de burgemeestersbenoeming loopt natuurlijk 6 jaar en hij wordt benoemd door de kroon. Toch is de burgemeester als raadsvoorzitter, maar vooral als collegevoorzitter, wel betrokken in het proces. Het slot van het hele proces van informatie en formatie en wethoudersploeg vormen is de behandeling van het akkoord, het bestuursakkoord of coalitieakkoord zoals het ook wel heet, in de gemeenteraad. De nieuwe ploeg wethouders wordt in de gemeenteraadsvergadering benoemd. En voor de plaatsen die zij in de gemeenteraad achterlaten, want ze schuiven door een aantal, worden er nieuwe raadsleden uit diezelfde partijen benoemd.
Wat er niet gebeurt in die raad is dat er besloten wordt over welke portefeuilles, welke onderwerpen de wethouders krijgen. Daar hebben ze natuurlijk een idee over en ook al aan de stad geventileerd. Maar daar besluiten ze formeel pas over in de eerste nieuwe collegevergadering. U heeft ook helemaal niet gemerkt dat we helemaal niet bestuurd werden? Nee. Helemaal niet meegekregen. Nee. Het college is namelijk opgestapt. Heeft u dat meegekregen? Nee, ook niet. Ik ben zo tevreden in Breda dat ik eigenlijk vind dat alles goed gaat. Dus, U heeft dus ook niet gemerkt dat u niet bestuurd werd? Nee. Nou. Dus ik ben hartstikke happy hier. Wethouders en dergelijke, kent u die? Nee. Misschien zou ik, ik ben heel veel weg geweest, dus ik heb zoiets, misschien moet ik daar toch maar eens beter naar kijken. Het zou mooi zijn als het wat beter aangegeven wordt en daar zou ik er zeker in verdiepen. Ik zit hier met Alfred Arbouw in de collegekamer van het Oude Stadhuis. En in deze collegekamer heeft het grootste deel van de formatie van de afgelopen zomer plaatsgevonden. Alfred, formateur. Ja. Blij met het resultaat? Ja, zeer blij met het resultaat. Omdat het best een moeilijke klus was. En dan is het mooi dat je eigenlijk in de recesperiode, in die paar weken, niet alleen partijen bij elkaar hebt kunnen brengen, maar dat er ook een akkoord ligt waar de stad straks echt mee vooruit kan. Ja, en felicitaties zijn dubbel op. Dus een geslaagde formatie, ja. Maar ook een wethouderspost. Ja. Zin in? Ja, heel veel zin in. Maar misschien is het goed om even terug te kijken. Verkiezingen, maart, nu anderhalf jaar geleden. Mm-hmm. Grote winnaars waren D66 en de SP, de grootste partij VVD. Toen gingen D66 en VVD gingen samen aan de slag. Dat is niet helemaal goed gevallen bij de andere partijen. Nee. Coalitie gevormd en daar zat toen in CDA, GroenLinks, PvdA, Breda 97 en de SP. En de SP uiteraard. Ja. Voor de zomer trekt, zegt in feite GroenLinks het vertrouwen in de coalitie op en zaten we met een probleem. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, kijk, het punt van de oude coalitie was natuurlijk dat ze maar één stem meerderheid hadden in de gemeenteraad. En daarmee is het toch niet heel erg stabiel. En uiteindelijk heeft ze dat natuurlijk na anderhalf jaar opgebroken. Heeft natuurlijk veel ook te maken met hoe de verhoudingen tussen mensen waren en tussen de partijen. Waarom het uiteindelijk fout gegaan is over het museum. Maar eigenlijk is het een optelsom van dingen geweest. De grootste partij heeft toen het initiatief genomen, begin van deze zomer, om te kijken of zij in staat waren om een nieuwe coalitie samen te brengen. En hebben Yves de Boer gevraagd, de oud-gedeputeerde van Brabant, om eerst als informateur te starten. Want de formateur, dus de informateur, die was na twee weken, drie weken, had hij wel door welke partijen. Ja, die heeft een rapport opgeleverd, waarin hij een aantal dingen, aanbevelingen heeft gedaan. Alleen het was nog niet concreet genoeg om gelijk al de formatie in te gaan. En toen heeft de VVD mij gevraagd om eerst ook nog een keer de informatieronde te doen, maar dan met de aanbevelingen van Yves de Boer. En daar stond in, het meest kansrijk is als je met deze vijf partijen verder gaat praten. En dat was VVD, D66, PvdA, SP en GroenLinks. En met die vijf partijen heb ik eerst ook weer een informatieronde gedaan om te kijken, nou, met welke partijen moeten we nou straks verder de formatie in. En uiteindelijk na die gesprekken is GroenLinks afgevallen en zijn vier partijen, VVD, D66, SP en PvdA, zijn doorgegaan in de formatie. Maar een formatie, dat gaat misschien, denken veel mensen, dat gaat puur over wie wethouder wordt, maar dat is dus absoluut niet het geval. Nee, de poppetjes komen pas aan het eind. Want waar het in zo'n formatie over gaat, is ben je het met elkaar eens hoe je de stad wil besturen. Dus als die inhoud klaar is, je het daarover eens bent, ga je praten over portefeuilleverdeling. Dus welke partij gaat welke wethoudersposities en welke onderwerpen doen. En daarna pas ga je kijken welke mensen moeten daarop komen. Want je zegt aan deze tafel, het is ook echt fysiek aan deze tafel. Ja, we zijn een paar weken opgesloten geweest op het stadhuis, tijdens de vakantie. Deze formatie had natuurlijk eigenlijk twee kanten, neem ik aan. De inhoud, maar toch ook wel de verhoudingen die er lagen inderdaad. Nee, dat is natuurlijk het punt geweest waarom ook enerzijds de vorige coalitie gestruikeld is. Het heeft alles te maken met wat is er anderhalf jaar geleden vlak na de verkiezingen gebeurd. Maar heeft ook te maken met
hoe zijn de coalitie en de oppositie in de gemeenteraad de afgelopen anderhalf jaar met elkaar omgegaan. Hè? En ook de persoonlijke bejegening die daar bij plaatsvond. Dat heeft tot heel veel irritaties geleid. En ook binnen de coalitie zijn er kennelijk heel veel irritaties geweest, waardoor uiteindelijk de boel geklapt is. En dat betekent dat je met heel veel partijen zit en mensen zit die toch wel het een en ander met elkaar uit te spreken hebben voordat je over samenwerking kan praten. En ging het er eerlijk aan toe? Nou, alles is op tafel gekomen wat mij betreft. Dus in die zin ja. Maar daarmee, kijk, als je het aan elkaar uitspreekt, betekent niet dat je met elkaar eens bent. In die zin heeft het niet opgeleverd dat iedereen nou vrienden is in de gemeenteraad. Maar zo'n proces van spreken naar elkaar uit hoe het gegaan is, is wel heel erg belangrijk. Voordat je met elkaar kan praten, kunnen we ook met elkaar samenwerken, ja of nee? Want een formateur, dat is dus meer dan een technisch voorzitter. Ja, ja, je moet ook kietelen, je moet ook prikken. Je moet ook soms zeggen van ja, wacht even jongens, maar hebben we nou wel scherp wat de juiste informatie is? Hè? We hebben ook heel veel over financiën gesproken, hè, met de financiële expert van het stadskantoor erbij. Dus je moet op al die aspecten letten, maar bovenal natuurlijk dat de partijen goed met elkaar in gesprek zijn. Ja. En er zijn natuurlijk een aantal onderwerpen waar het in het begin even knettert, omdat men het echt oneens is. En zijn jullie begonnen met die onderwerpen? Nee, die zijn redelijk verspreid geweest over de paar weken. Maar je weet van tevoren natuurlijk dat er een paar heikele punten zijn. Nee, waar we mee begonnen zijn, is wel van tevoren aan elke partij vragen, wat zijn nou dingen die voor jou zo belangrijk zijn dat je aan het eind, hè, als we het akkoord hebben, dat je vindt, nou ja, dat moet ik echt aan mijn kiezers, aan mijn achterban, aan de stad kunnen laten zien dat ik dat bereikt heb. En als je dat voor elkaar weet en op tafel legt, openlijk, dan kan je er ook goed met elkaar rekening over houden. Dat heeft wel geholpen, die methode. Ja. En de VVD stelt de formateur aan. Hebben de anderen ook wat te zeggen? Waren ze het eens met de keuze? Ze hebben er in principe niet zo heel veel over te zeggen. Maar kijk, je kiest natuurlijk wel iemand die ook wel goed ligt bij andere partijen. Omdat dat wordt wel van tevoren even afgetast. Welke kwaliteiten moet een formateur hebben om een dergelijk proces tot een goed einde te brengen? Nou, hij moet in ieder geval de politiek goed snappen. Hij moet het liefst ook daar ervaring in hebben. Hij moet de lokale politiek, de context moet hij begrijpen. Het liefst ook wat hier speelt in Breda natuurlijk. En in de regio moet hij weten. Ja, en ik denk dat als het gaat over de competenties van de persoon zelf, dat hij goed moet kunnen onderhandelen. Dat hij dat, want het is natuurlijk een onderhandelingsproces tussen vier voorzitters. Maar wat misschien nog wel het belangrijkste is, dat hij als voorzitter ook weet afstand te houden. Want hij staat eigenlijk boven die partijen. Die vier partijen zijn met elkaar in gesprek. Die vier partijen moeten met elkaar eruit komen. En die voorzitter moet zich in principe niet inhoudelijk bemoeien over standpunten. Hè? Objectiviteit, is die belangrijk? Ja, als voorzitter. Ja. Is het gebruikelijk dat de formateur ook wethouder wordt? Nee, dat kan, maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar als het gaat over die objectiviteit, heb ik het wel zo gedaan dat ik aan het begin van het proces, toen ik formateur werd, aan alle partijen aangegeven heb van jongens, mogelijk ben ik kandidaat wethouder namens de VVD. En ik kan deze rol alleen maar doen als jullie allemaal ook ja zeggen tegen het feit dat ook aan de orde zou kunnen zijn. Dus hebben jullie het vertrouwen dat ik daar me inhoudelijk niet mee ga bemoeien en dat ik echt als technisch voorzitter zeg maar de onderhandelingen leidt en als procesbewaker de onderhandelingen leidt. En ik vind ook dat de mensen dan van tevoren moeten weten dat er ergens natuurlijk nog een belang zit. Hè? En dat iedereen daar ook goed op kan letten dat die twee dingen niet door elkaar gaan lopen. Oké, maar dat lag open en bloot op tafel. Exact. En als een van de partijen had gezegd of een van de mensen had gezegd, ja, dat vind ik toch niet leuk, dat is niet fijn, dan had er dus een andere formateur moeten komen. En dan had ik aan de kant van de partij aan tafel gezeten. Een bestuursakkoord. Dat is bewust gekozen om het ook een bestuursakkoord te noemen. Ja, en dat heeft alles te maken met de relatie die de vier partijen graag willen met de stad en met alle partijen in de gemeenteraad. Omdat coalitieakkoord betekent eigenlijk van dat is een akkoord tussen de vier partijen. Een coalitieakkoord hoef je niet in stemming te brengen. Dat is een uitgangspunt voor de coalitie. Het bestuursakkoord wordt wel in stemming gebracht. Er kunnen ook moties en amendementen op plaatsvinden. En als dat aangenomen is, is dat de opdracht van de gemeenteraad aan het nieuwe college om te gaan doen. En daarmee ook in feite een herijking van de afgelopen voorjaarsnota. Focus op vooruitgang, hè, de titel. Ik neem aan dat ook, dat heeft een reden dat die titel daar. Tuurlijk, ja. Nee, als je het stuk leest, dan zie je ook wel dat er echt geprobeerd is om een stuk scherpte, een stuk focus op de verschillende onderwerpen te krijgen.
Maar het meest belangrijke onderwerp vind ik eigenlijk dat alle partijen in de stad vinden dat het nou tijd wordt dat we nou met elkaar eens goed formuleren. Wat is Breda nou eigenlijk? Wat is het verhaal van de stad? Wat is het verhaal van Breda? En dat we ook de bekendheid van Breda, wat is nou onze kracht, dat ook beter naar buiten verteld wordt. Had je ook een plan B als het niet was gelukt met deze partijen? In de formatie? Ja? Ja, eigenlijk is dat er dan niet. Want als je in die trechter van informatierondes uiteindelijk komt van deze vier partijen, gaan we proberen om daar een nieuw akkoord mee te maken. En dat zou niet lukken. Ja, betekent eigenlijk dat je weer helemaal terug naar af gaat. En dan wordt het nog een hele klus om dan weer andere partijen bij elkaar te brengen. Ja. En wat is de rol van de burgemeester in dit? Ja, de burgemeester is natuurlijk in zo'n situatie, wat nou net na verkiezing is of als een coalitie valt, moet hij het even aan de politiek overlaten. Hè? Dus, en natuurlijk op het moment dat er dan een bestuursakkoord is en gepresenteerd wordt, ja, dan komt de burgemeester weer in beeld, hè, in zijn dubbelrol. Want hij wordt natuurlijk voorzitter straks van een ander college, van een nieuw college waar hij leiding aan moet geven. Maar hij is natuurlijk ook nog steeds voorzitter van die gemeenteraad, die opeens in hele andere verhoudingen van coalitie en oppositie tegenover elkaar staan. Ja. Waar wordt naar gekeken bij de samenstelling van het college? Nou, elke partij kijkt zelf naar welke onderwerpen willen wij graag doen. Dus de portefeuilleverdeling. En ze gaan natuurlijk zelf ook gaan ze kijken welke mensen zijn nou geschikt om voor die onderwerpen, dus ook wel gericht op die onderwerpen, als wethouder ook de kar te trekken. En natuurlijk praten de partijen ook met elkaar daarover. Omdat uiteindelijk wil je natuurlijk een team hebben wat ook een collegiaal bestuur kan vormen. Hè. De burgemeester moet de leiding gaan geven aan dat team. Heeft hij dan ook gesprekken met... Nee, die heeft daar dus geen invloed op. Die moet het doen met het team wat hij krijgt. Ja. En natuurlijk als het bekend is, gaat hij natuurlijk zo snel mogelijk met die mensen natuurlijk in gesprek. Er vinden natuurlijk ook allerlei integriteitsonderzoeken plaats en dat soort dingen voordat iemand benoembaar is en ook benoemd kan worden. En daar speelt natuurlijk dat is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het college van de burgemeester. Dus daar vindt hij dan zijn rol weer terug. Ja. Was het je eerste formatie? Ja, om het zelf te doen. Maar ik heb natuurlijk wel aan de andere kant gezeten. Je bent geformeerd. Juist, ja. Zou je het weer doen? Ja, ik vind het een hele eer om het te mogen doen. Ja? En het is ook spannend, want je weet nooit helemaal hoe het gaat lopen. Heel intensief. Maar gewoon ook geweldig leuk om dat voor de stad en voor die partijen te kunnen en mogen doen. Dus het lichtje, het formateurschap ligt je? Ligt me wel, ja. Okay. Dank je wel. Graag gedaan. En succes. Dank je wel. Deze uitzending gaat over de formatie. Heb je meegekregen wat er is gebeurd voor de zomer met politiek in Politiek Breda? Ja, dat heb ik wel meegekregen, ja. Nou, inmiddels zijn er wel nieuwe wethouders en nieuwe partijen die de boel gaan besturen. Vindt u dat er eigenlijk dan nieuwe verkiezingen moeten komen als wethouders? Ik weet niet waarom ze afgetreden zijn, dat weet ik niet. Vanwege het museum, de twee musea. Oké, nou ja, goed, ik neem aan dat die wethouders gekozen zijn in een bepaalde politieke partij bij de verkiezingen. Ja. Dus dan zal die politieke partij de oplossing moeten aanleveren. Ja, als oud-directeur van de Beiert, de coalitie is dus gevallen over de museumkwestie. Wat vind je daarvan? Ja, ik weet niet eens of dat helemaal waar is. Natuurlijk is dat een druppel waarschijnlijk die een emmer heeft doen overlopen. Maar als ik het een beetje gevolgd heb het laatste half jaar, dan denk ik dat er veel en veel meer aan de hand was. Dus of het nou alleen maar die museumkwestie is, dat geloof ik niet echt. Ik spreek met Bob Bergkamp, wethouder CDA, wethouder in het vorige college. Hoe is het nu? Nou, inmiddels ben ik wel een beetje van de schrik bekomen. Maar toen het nieuws bekend werd dat GroenLinks de stekker uit de coalitie trok, ja, was ik volledig flabbergasted, om het maar zo te zeggen. Uit het veld geslagen. Ja? Verrast. Ja, onbegrijpelijk. Dus ja, dan heb je wel even tijd nodig om daarna weer een beetje tot je zinnen te komen. Want er was geen enkele aanwijzing dat het zo rigoureus zou... In het college is naar mijn stellige overtuiging 15 maanden lang heel goed en intensief open met elkaar gewerkt. En er was geen enkele indicatie dat het zo zou gaan. Zeker niet vanuit het college. Blijkbaar zijn er tussen fracties allerlei dingen gebeurd.
Maar in het college was er geen enkele indicatie voor. We hebben elkaar ook nog, de discussie over het museum was dan de aanleiding. Maar we hebben elkaar in het college, we hebben er uitgebreid over gesproken. Nou, er was een weg gekozen om twee opties voor te leggen aan de raad waar de raad uit zou kunnen kiezen. We hadden afgesproken, wat de raad ook kiest, dat voeren we uit. We hebben elkaar een hand gegeven 's ochtends. Nou, goede oplossing. En een paar uur later komt er een bericht dat GroenLinks uit de coalitie stapt. Dus ja, het was ontzettend verrassend. Ja, wat daar dan zich precies heeft afgespeeld en waarom ze dan zo'n stap zetten. Ja, ik heb wel heel veel dingen gehoord uit de tweede hand, maar mij was het niet bekend. En ik was er dus ook heel erg door verrast. Ja, want wat we toch ook al terugkrijgen, dat er niet zo'n goede sfeer was in de raad. Maar ik begrijp dat in het college juist een goede sfeer was. Er was in het college uitstekende sfeer. We hadden een goed programma gemaakt. Er was openheid naar elkaar toe. Ja, want je hebt nog wel eens dat de een zegt, ja, dit is mijn onderwerp of dat onderwerp. Maar helemaal niet, gewoon met elkaar. We hebben ook nog een paar maanden lang zonder burgemeester moeten werken. Nou, dat heeft de teamvorming ook bevorderd. Dat hebben we ook met elkaar gedaan. Dus er was vanuit het college geen enkele indicatie dat het zo zou lopen als dat het gelopen is. Dan komt dat besluit. Dan ziet de wereld er ineens dus 's avonds heel anders uit. En wat dan? Ja, nou ja, dat is best wel... Kijk, ik ben ook een mens met emoties, dus... Ja, ik ben er wel van geschrokken. En dan ga je dus over nadenken. A, hoe het gekomen is. Ik heb iets gemist. Heb ik iets niet gezien. Maar vooral, ja, en nu? Ja, opeens stokt dan het programma wat je hebt. Hè, in zo'n nieuwe bestuursperiode. Hè, wethouders en raadsleden werken en denken altijd in termijnen van 4 jaar. Nou ja, net na het eerste jaar heb je alles in de stijgers gezet wat je wil gaan uitvoeren. Ik heb even snel een lijstje gemaakt. Ik had zo 15 projecten die allemaal gestart waren... op het punt stond om doorgepakt te worden. En opeens is dat afgelopen. Nou, daar denk je, hoe kan dat nou? En B, het idee. Ja, ik ben een wethouder die wel zeggen dag en nacht in en met de stad bezig is. Ook met heel veel plezier. En dan besef je ook dat dat ook over is. Ja, opeens is dat klaar. Ja. Weet je, zeker toen al vrij snel helder werd... dat het CDA niet meer zou worden uitgenodigd voor het vervolg. Dus dan denk je ook bij jezelf, wat gek, wat jammer... Maar ook wat gek. En daar denk je dan, daar ga je dan in de zomervakantie over nadenken. En dan word je af en toe eens wakker. Vind je dat heel vreemd. Het idee ook al, dat waar je mee bezig bent, dat je dat niet kan afmaken. Maar uiteindelijk went dat. En ik heb ervoor gekozen om niet met modder te gaan gooien. Niet boos en chagrijnig om te kijken, maar vooruit te kijken. Dus dat betekent ook voor mij, maar dat geldt voor heel veel mensen die hun baan verliezen, op zoek naar ander werk. En moet je dan zo'n nieuwe wethouder inwerken? Nee, de nieuwe wethouders die werken zichzelf in. We hebben goede ambtenaren die op de hoogte zijn van alle onderwerpen die op de agenda staan. Ik heb wel aangeboden als er vragen zijn over maar jouw voorganger heeft dit gezegd of dat bedoeld. Bel mij, ik ben beschikbaar, want ik hecht er heel erg aan dat er een goede overdracht is. Ook, of juist ook, in het belang van de stad. Ja. Nee, die moeten zo min mogelijk last van hebben dat er nu een switch is. En als ik daarin kan helpen, dan doe ik dat. Nou, het is wel een heel bewonderenswaardige houding. Want neem je mensen iets kwalijk? Nou, ik vind het GroenLinks aan te rekenen... dat als zij zo ontevreden waren over wat er gebeurde... dat ze dat niet besproken hebben in de coalitie. Ja, dat reken ik hun aan. Ja. Ik vind, in een relatie kan altijd iets gebeuren. Dan ga je erover praten. Dan maak je dat kenbaar... En dan ga je zoeken naar oplossingen. En als dat dan uiteindelijk niet lukt, dan verbreek je een relatie. Maar zelfs dat stuk is niet... Is niet gebeurd. Dat nee, is niet... En ik reken ik GroenLinks echt aan dat zij niet gezegd hebben... Hey, wat er nu gebeurt, dat staat ons niet aan. Dat gaat ons een stap te ver. Nou, heb het er dan over met elkaar? Dat is niet gebeurd. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat ze vreemd gegaan zijn. Ja, ze hebben eerst met de VVD een deal gemaakt voordat ze eruit stapten. Van, hey, als wij er nu uitstappen, houden jullie ons dan vast... Nou, ik ben ervan overtuigd dat die afspraak gemaakt is. En vervolgens zijn ze uit de coalitie gestapt. Ik vind dat GroenLinks zeker aan te rekenen. Ja. Maar wat is de sfeer nu in de fractie? Nou, de CDA-fractie moet wel echt zich herpakken om ook opeens in een heel andere rol te komen. Hoe voelt het nou dat GroenLinks er ook niet bij zit? Ja, kijk, aan de ene kant kan je zeggen boontje komt om zijn loontje. Ja, eigen schuld, dikke bult.
Maar ja, ik heb geleerd om, de vreugde of het verdriet zit niet bij de vreugde of verdriet van een ander. Nee. En uiteindelijk heb je daar niks aan. De stad heeft er ook niks aan. Want ja, er komen nu halverwege een periode 3 nieuwe wethouders. Die moeten weer opnieuw beginnen. Die gaan weer kennis maken. Dus voordat je op gang bent, ben je zo weer een half jaar verder. En het feit dat GroenLinks nu ook niet mee bestuurt, ja, dat is dan maar zo. Maar ja, dat doet niks af aan mijn gevoel dat ik het jammer vind en dat het niet had gehoeven. Ja. En het CDA ook niet aan tafel? Of zijn jullie wel gevraagd om mee te denken? Of? Nee, vanaf het begin af aan was helder dat men het CDA er niet meer bij wilde. Ja, dat is niet uitgesproken waarom, dat vind ik heel gek. Het is een paar keer al gevraagd. Waarom worden we niet uitgenodigd? Nou, daar komt geen antwoord op. Dus dan ga je daar je eigen dingen bij bedenken. Nou, zoals altijd in de politiek zal het wel een afrekening zijn van wat er een jaar geleden gebeurd is. Onderdeel van de politieke werkelijkheid is dat er altijd dingen spelen uit het verleden. Nou ja, anderhalf jaar geleden heeft het CDA natuurlijk met de SP het initiatief genomen om een coalitie te vormen. Daar komt dan nu de afrekening van. Ik ben ervan overtuigd dat meegespeeld heeft. En B, ja, hoor ik dat men vindt dat de CDA-fractie niet stabiel genoeg was om verder op door te kunnen bouwen. Ik hoor het uit de tweede hand. Ik heb het nog nooit echt gehoord. En B, ja, dat is ook niet mijn beeld. Ik bedoel, de CDA-fractie, er zitten best een paar eigen geheimen in, maar die zitten bij andere partijen ook. En de Partij van de Arbeid, hoe we begonnen met de Partij van de Arbeid met 4 en binnen 1 of 2 maanden liep er iemand bij de fractie van de Partij van de Arbeid weg. Hoe bedoel je instabiel? Dus het was voor het CDA echt een verrassing dat het zo gegaan is. En denk je dat het er nu wel ruimte is om weer de sfeer te verbeteren? Of moet er nog wat hobbels genomen worden? Nou, als de raad en de partijen die nu samen een meerderheid vormen vinden dat ze de relatie met het CDA moeten verbeteren, dan moeten ze wel wat gaan doen. Want tot nu toe is er niet 1 keer gesproken. Er is nog nooit gesproken over dit zint ons niet, dit vinden we niet goed, hoe kan het anders of beter? Maar allemaal wel geruchten, maar dat signaal is nooit gegeven. Dus dat is 1. En 2, ja, ik ga ervan uit. Ik zit nu even niet in de CDA-fractie, want mijn plek is door een ander ingevuld. Als ik kan terugkomen, dan kom ik terug. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Dus de CDA-fractie moet nu opnieuw haar strategie bepalen. Want ze worden van bestuurspartij opeens oppositiepartij. En ik hoop dat ze dat op een manier gaan doen beter en anders dan de oppositie zoals de VVD en D66 die gevoerd hebben. Want die ging nergens over. Het ging alleen maar over procedures en op de man spelen. Een van de mannen komt nu ook terug als wethouder. Dat is ook zo heel apart natuurlijk, maar goed, dat zei zo. Ik hoop dat de CDA-fractie vooral oppositie gaat voeren op inhoud. Maar de formateur zei dat andere partijen wel gehoord zijn. Op welke punten zij belangrijk vonden in het coalitieakkoord? Of bestuursakkoord moet ik zeggen. Die indruk krijg ik nu niet, dat er ook met CDA gesproken is. Jawel, de formateur, Alfred Arbouw, heeft alle partijen uitgenodigd, ook het CDA, om in het proces inbreng te leveren. En dat heeft ook het CDA gedaan. En wat ik ook begrijp is dat het bestuursakkoord voor 80% gebaseerd is op het oude, op het door jullie gemaakte coalitieakkoord. Geef dat toch nog vertrouwen dat de bepaalde punten die jullie voorstaan toch nog worden meegenomen? Ja, ik ga ervan uit dat een aantal belangrijke ontwikkelingen die in gang gezet zijn, ook hier in het centrum van Breda, waar ik zelf voor verantwoordelijk was de afgelopen 15 maanden, dat die ook inderdaad worden doorgezet. En dat geldt voor andere onderwerpen ook. Het onbevredigende vind ik voor mezelf, dat ik niet mee kan werken aan de afronding ervan. En dat doet best zeer. Ik hou van Breda. Dus ik ben betrokken bij Breda. En ik heb ook de spirit en de ambitie om dan de dingen die je met elkaar belangrijk vindt, om die ook te realiseren. En, dat is nog maar op een paar puntjes gelukt en de meeste dingen niet. En dat doet zeer. Dat anderen dat overnemen en gaan doen, dat hoort bij het werk. Dat zou na 4 jaar ook zo zijn. Maar ik heb gewoon, dat moet ik echt aan wennen. Ik moet echt leren loslaten. Nou ja, daar heb ik de afgelopen weken ben ik dat maar gaan oefenen. Maar dat zal best heel vreemd zijn als ik 3 september niet meer richting het stadskantoor ga en 's ochtends uitgebreid en lang de krant kan gaan lezen.
Ja, maar ja dat, maar het zij zo. Maar de, in 5,5 jaar zijn er toch ook dingen waar je trots op bent die je voor elkaar hebt gekregen. Ja, maar ik ben heel trots. Ik ben heel trots op het feit dat we en in de vorige periode zonder heel veel schade, het heeft natuurlijk best wel zeer gedaan dat een aantal buurthuizen moesten sluiten, maar toch hebben we zonder echte schade zijn we uit het financiële dal gekomen. Nou, dan vind ik een verdienste van velen. Ik ben blij en trots ook dat we daarna hebben mee kunnen werken. En B, als het gaat ja, om initiatieven in de stad, een hele lijst van kleine en grote dingen, die, waar ik ook best wel trots op ben en waar ik ook heel graag mee doorgegaan zou hebben. Maar ja, dat gaat niet gebeuren. Ja. En zijn er ook dingen die je zeker niet zult missen aan het werk als wethouder? Nou, eerlijk gezegd vind ik het wel heel erg leuk werk hoor. Met ook de kritiek die je natuurlijk krijgt in de stad op internet. Als er ergens een artikeltje staat, zie ik mensen bijna anoniem dingen zeggen. Ik denk, nou, zou ook wel wat anders kunnen. Maar goed, aan de andere kant moet je ook tegen kritiek kunnen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de dynamiek en het gewoon in en met de stad, met de mensen, de verenigingen, de bedrijven bezig zijn, concreet, ja, dat ga ik echt missen hoor. Ja. Dat ga ik echt missen. Dus ik ben niet blij dat het voorbij is, zeg maar. Helemaal niet. Maar ja. Wat vind je ervan dat het over een cultuurdossier nou eigenlijk gegaan is? Een museum kwestie? Ja, los van het feit dat een museum in Breda voor mij een belangrijk onderwerp is. Ik vind Breda heeft een eigentijds museum nodig. Dus het gaat wel ergens over. Was het museumdiscussie, maar dat is vaak in de politiek, niet de reden. Ik bedoel, het was de aanleiding, maar niet de echte reden. De echte reden zit in andere dingen. Zit in, nou ja, misschien wel angst bij de GroenLinks-fractie en de GroenLinks-wethouder voor het debat. Want het voorstel wat er lag en de manier waarop dat vanuit de GroenLinks-wethouder is aangepakt, had toch heel veel kritiek. Dus nou ja, misschien is, ik vind het, heeft ook een beetje het beeld van wegvluchten voor de discussie. Ja, en dan ga je vreemd met de VVD en dan ga je niet je verantwoordelijkheid nemen, maar dan stap je eruit. Ja, dat is toch wel een heel vreemde, manier van werken hoor. Ja. Hoe is het dan de afgelopen maand, heb je het over anderhalve maand? Ja. Om te werken, hoe gaat dat dan? Nou ja, we hebben al in het college afgesproken dat we op een hele rustige manier ons werk afmaken. Inclusief de GroenLinks-wethouder, inclusief de CDA-wethouder, iedereen die erbij zit. En ik ben ook zelf blij dat we het ook zo doen. Ja, dus we geven elkaar de hand op het laatst. En zeggen, nou ja, dank voor de samenwerking. Het hoort ook bij het bestuur van de stad, vind ik, om daarin rustig te blijven, het hoofd koel te houden. En je niet te laten overmeesteren door je eigen emoties. Dus dat heb ik ook als opdracht aan mezelf gegeven. Tot nu toe lukt dat. Nou, heel veel succes. En ik hoop dat er nog veel dingen zijn in Breda die je kunt doen met zo'n gedrevenheid. Dankjewel. Gaat lukken. Vindt u als er een college valt dat er nieuwe verkiezingen moeten komen? Eigenlijk wel, hè? Ja? Ja, eigenlijk wel, ja. Dan is de zaak weer even niet een nieuw daglicht komen te staan. En dan moet het volk wel geraadpleegd worden, vind ik. Ja. En dat geldt ook als het in de stad is, vindt u? Ja, dat geldt ook in de stad, ja. Oké. Okay. Nee, dat geloof ik niet. Ik vind dat het hangt er natuurlijk ook een beetje van af waarom de coalitie wordt opgeblazen. En in dit geval vond ik dat er geen nieuwe verkiezingen moeten komen. Want ze kunnen met goede afspraken kunnen ze weer verder. Ik denk het wel. Ik denk dat als het niet meer is zoals het was, dat we daar opnieuw met z'n allen over moeten beslissen. Of kunnen beslissen. Waarom precies. Zou je dan nieuwe gemeenteraadsverkiezingen moeten uitschrijven omdat er een paar wethouders opstappen? Nee, precies. Ja, het mag ook niet. Of mag niet. Ja, alles mag. Tuurlijk, maar dan moet de partij daar maar een oplossing vinden. En er is nu een nieuw college en een nieuw bestuursakkoord. Ja. Volg je dat dan wel een beetje? Nou ja, het enige wat ik hoop is dat ze nu eens met echt verstandige mensen, die ook een beetje verstand hebben van cultuurbeleid, gaan praten over hoe het verder moet. Inmiddels hebben we een nieuw college. Het wordt volgende week geïnstalleerd. Houdt u het een beetje bij de politiek in Breda? Nou, nu ga ik dat maar doen, denk ik. Want ik was er niet van op de hoogte. Nee. Ik weet wel dat we een nieuwe burgemeester hebben. Ja. Ja. Hoe vindt u die? Aardige man om te zien. Ja, om te zien, hè? Om te zien, verder ken ik hem niet. Dus. Wie is de burgemeester in Breda, weet u dat?
Nee, maar ik weet wel één wethouder. En wie dan? Mirjam Haag. Ah, hoe ken je die dan? Dat is een vriendin van mijn moeder. Dus je kijkt dan wel uit naar wie de nieuwe wethouder cultuur wordt? Ja, en ik wens, het is geloof ik haar intussen, heel veel sterkte en wijsheid toe. Ik spreek met Frank Toussaint. Raadslid voor D66. D66 is nu weer terug in de coalitie en heeft twee wethouders in het college. Hoe is de sfeer in de fractie nu? Ja, in de fractie is de sfeer uitstekend. Natuurlijk is er ook nog wat huiswerk, want er zijn wat veranderingen geweest in de afgelopen periode. Als eerste een nieuwe fractievoorzitter en nu door deelname in dit college... Zijn twee van onze raadsleden doorgeschoven naar een wethouderspositie. Dat betekent dus ook dat we onze taken weer wat opnieuw moeten verdelen binnen de fractie. Ja, opvallend is D66 en VVD allebei vrij jonge, of vrij gewoon jonge fractievoorzitters. Ja, leuk hè? Ja, dat is dat bewust of zo gegroeid? Bij D66 is het een bewuste keuze geweest om jong talent de ruimte te geven. Hey, en hoe hebben jullie, na de verkiezingen, alweer anderhalf jaar geleden, D66 samen met SP grote winnaars. En toen ging het toch anders dan jullie hadden bedacht. Klopt. Wat heeft dat een grote wissel getrokken op de fractie? Nou ja, je bent daar natuurlijk niet blij mee. Hè? Dat liep een beetje raar. Maar op zeker moment dan is er een besluit en dan is er een college. En dan ga je als fractie toch weer kijken, wat kunnen wij van onze punten, wat kunnen we daarvan realiseren? De move van GroenLinks, waren jullie daarbij betrokken? Nou, bij betrokken? Dus, wat suggereer je daarmee? Niks, gewoon een vraag. Ik bedoel, waar je op de hoogte, laat ik het zo zeggen dan. Ha. We spreken met alle partijen en met GroenLinks hebben we een goede band. Die hebben we al jaren en die hopen we ook nog jaren door te zetten. Onze programma's liggen ook redelijk dicht bij elkaar, hoewel er accentverschillen zijn. Dus we spreken regelmatig met GroenLinks en ook op het moment dat het even wat lastig is in de politieke situatie. Oké. Omdat bij de coalitie wel een gevoel was van een soort overval, dat jullie zagen het wel... anders dan? Natuurlijk stonden wij daar wat anders in dan de partijen die nu op dit moment niet in de coalitie zitten. Hoe hebben jullie het ervaren, het oppositie voeren? Ik heb de afgelopen anderhalf jaar als niet prettig ervaren. Nee? En zeker als ik het verschil van de sfeer in de raad bekijk van voor de verkiezingen 2014... En de afgelopen anderhalf jaar ben ik er erg blij mee dat we nu opnieuw weer een knip hebben gemaakt. En dat we die periode achter ons kunnen laten. Ja, en heb je het gevoel dat er nu ruimte is voor weer een goede sfeer? Ja, ik merk dat ook meteen. Ik merk zelfs een soort van opluchting. En dat is wel heel prettig, want dat is niet iets alleen maar van onze partij. Dat merk ik zeker bij de deelnemers van deze nieuwe coalitie natuurlijk, hè, die ook trots zijn op het bestuursakkoord wat er nu ligt. Hoe word je als fractie daarbij betrokken bij zo'n totstandkoming? Want het zijn onderhandelingen, er moeten uiteindelijk keuzes gemaakt worden. Hoe ging dat bij jullie? Want het zal misschien verschillend zijn per partij. Maar... Ja, dat zal zeker verschillend zijn per partij, dat horen we ook wel eens terug. Bij ons is het zo dat we wat taken verdelen. We noemen dat dan verschillende schillen. Dus er zijn mensen die heel actief aan de onderhandelingstafel zitten. Daaromheen zitten mensen die hen direct adviseren. En daaromheen zitten de fractie en nog wat mensen uit het bestuur. Onze secretaris politiek bijvoorbeeld, die daar altijd namens het bestuur ook bij zit. En op die manier zijn we continu met elkaar in gesprek en vindt er afstemming plaats. Hebben jullie elkaar ook veel gezien dus? Jazeker. Ja. Meer dan meer dan er zijn behoorlijk wat vakantieplanningen door de war geschopt. Ja. Maar was het de moeite waard? Ja, ik vind van wel. Ja. Want nou ligt het bestuursakkoord er en
Wat zijn nou de punten waar met name D66 heel trots op is dat het erin terecht is gekomen? Er zijn heel veel punten in dit bestuursakkoord waar we trots op zijn. Natuurlijk is het ook zo, als je een stad bestuurt, dan wil je ook voor degelijk bestuur gaan, voor continuïteit van bestuur. Dus er was ook geen aanleiding om het bestuursakkoord wat hiervoor lag, of het coalitieakkoord, om dat nou helemaal op de schop te gooien. Dus iets van 80% of misschien zelfs iets meer van wat daarin staat, daar zijn we het ook mee eens. Dus dat, dan heb je al een basis. Okay. En vervolgens ga je dan voor de rest, voor de accentverschillen, goed kijken van wat voeg je daaraan toe. Waar D66 trots op is, is dat er een hele mooie groene pagina, een duurzaamheidsagenda aan dit akkoord. Die ontbrak een beetje in de vorige? Nou, weet ik niet, maar ik denk dat we hem nu nog groener hebben gemaakt dan in het vorige. Het verhaal van de stad, daar gaan jullie echt mee aan de slag? Ja. Dat gaat dan ook over economische aspecten? Ja, wat al in het verkiezingsprogramma van D66 was opgenomen, om de verbinding te leggen tussen de creatieve sector en de economie. Dus om van de creatieve sector in Breda echt een economische kracht te maken voor de stad. En dat kan, want er is ontzettend veel talent aanwezig. Maar we zien het niet altijd. En op het moment dat je al die kwaliteit met elkaar verbindt, dan ontstaan er al meteen hele mooie dingen. Daarom vind ik zo'n club als City of Imagineers zo'n goed initiatief. Een soort branchevereniging van alle creatieve ondernemers in de stad die zich bezighouden met beeld en met verbeelding. Ja, die is vrij jong nog, hè? Die is vrij jong. Ja. Ja, dus die moet zich ook nog bewijzen, dat is waar. Maar er gebeurt al veel. Ja. Ja. Je bent zelf ook veel met cultuur bezig. Ja, ik ben architect en stedenbouwkundige en imagineer. Maar dus, volgens mij ook tango? Ja, ook. Ja. Wat is er een overeenkomst tussen de tango en de politiek? Ha! Dat zou een leuk boek worden. Misschien moet ik daar eens een essay over schrijven. Tango en de politiek. Ja, ook in de politiek gaat het soms over verleiden. Hoewel dat de afgelopen anderhalf jaar niet zo erg is gelukt. Nee. Maar daar kunnen we dan nu mee aan de gang. Misschien moet je ook eerst ruzie hebben om daarna weer te verleiden. Om het weer goed te maken. Dat is ook mooi. Ja, ja. Tango gaat over de kunst van het verleiden. En dat heb je in de politiek zo nu en dan ook nodig. De misschien wat grijs gedraaide uitspraak, it takes two to tango. Dus het gaat ook over samen. Het gaat over met elkaar. En het mooie van tango, en daar verschilt het denk ik in de politiek, in de tango heb je geen taal nodig, geen gesproken taal. Je communiceert met elkaar non-verbaal. Ja, en politiek zonder taal is nog is erg lastig. Ingewikkeld. Heb je vertrouwen in dat we mooi met de stad en met de politiek een mooie tango neer kunnen gaan zetten? Laten we zeggen, we gaan er een mooi feestje van maken. En dat is iets wat ik Breda gun en wat ook bij Breda hoort.